Goedenavond, goedenavond, dames en heren. Leuk dat u er alweer bent. Mocht u uw toestel nog niet hebben afgestemd op de Fred Haché Show, wel nu, dan kunt u dat nu gaan doen. Want ik heb er vanavond echt zin in. Als Barend me tenminste niet lastig valt met zijn onzin. Zo, bah. Zoals u reeds hoorde, vele attracties, zoals... Pardon. Ik zei dus, vele attracties, zoals... Dames en heren, koning, keizer, admiraal, moeten allemaal. Ik ga nu even datgene verrichten waartoe deze inrichting kennelijk bestemd is. De trekker losging. Nou, dat had toch wel leuk geweest. Ja, wat moeten de mensen nu wel denken? Ik had er ook niet vermoeden. Hoezo? Hoezo? Staat het er niet zo dom te suffen, balgaard? Doe liever iets! Jij maakt van een mug een olifant. Dat je nog zo'n grote bek op durft te zetten en nog praatjes maakt bovendien. In plaats van een gepast excuus aan te bieden. Weet jij wel wie jou voor de televisie heeft gehaald? Maar, wacht even. Houd je mond! Nog één woord of ik schop je eruit! Ik kan tenslotte niet alles over mijn kant laten gaan. Ja, maar dat is ook nergens voor nodig. Bovendien was het niet zo dat jij mij voor de televisie hebt gehaald, maar ik heb jou voor de televisie gehaald. Houd je mond, dat gaat niemand wat aan. En nu is het afgelopen. Dat knippen we eruit, jongens. Ja, eruit knippen. Schande. Bah. Oh. D66 aansluiting zoekt bij de Partij van de Arbeid. Dit nieuws sloeg in als een bom in doorgaans goed ingelichte kringen in Den Haag. De commentaar... Eén bloemkool, één pond suiker, drie rol toiletpapier, een pak zeeppoeder en de afro-bode. Thank you.
Barend, dit was toch een heel mooi optreden van de dames, vond ik. Vond jij dat ook niet, Barend? Wat doe je nou weer, Barend? Wat moet je daar? Waar ben ik? Hoe laat is het? Barend, sta op. Dan kunnen we weer verder met onze show. I can still remember when you moved in next door. I brought you some chocolate from the corner candy store. When it started raining, you started crying too. That was the first time I sang this song for you. Together, and as the years went by, everybody knew that we were sweethearts, you and I. Too many April showers, I have your head in mine. Between the raindrops, we sang time after time. Barend, wat is dat nu weer voor onzin? Een beetje tegenover een miljoenen publiek die vieze zakdoek laat je zien. Doe weg die snotlap. Die is niet vies, die is schoon. Ik heb altijd een schone zakdoek bij me. Maar er is wel wat anders bij aan de hand. Barend, dacht me niet. Dat doe ik helemaal niet. Maar kijk nou eens goed. Barend, houd toch op met die onzin. In de vorige show je schoen met stront laten zien dat en nou... Dat was de eerste show. Barend, wat doet het er nou toe? In hemelsnaam, Barend, bah! Ja, maar zie je dan niet wat er voor bijzonders met die zakdoek aan de hand is? Iedereen ziet het, behalve jij natuurlijk. Er zit een knoop in. Er zit een knoop in mijn zakdoek. Ja, natuurlijk zie ik dat daar een knoop in zit. Dat ziet trouwens iedereen. Nou, dan weet je toch ook wat dat betekent? Natuurlijk weet ik wat dat betekent. Wat dan? Dat je iets niet moet vergeten. Dat zou ik dan ook maar niet doen, Barend. Dat ik eraan moet denken, een soort teken. Dat ik iets heel belangrijks niet vergeten moet. Een soort geheugensteuntje, weet je? Nou, vertel op. Wat dan? Vertel op. Er is wat ergens gebeurd. Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik niet moest vergeten. Nou, dat is dan vrij. Hoe kan dat nou? Barend, hou nou op met die onzin. Wij gaan verder met onze quiz... Wat is dat? Ja, dat was het! Ja, ik moest niet vergeten dat naast een Patricia Pai de quiz kwam. Wat is dit? Wat is dat? Wat is dit nou weer? Wat is dit? Wat is dat? Wat is dit nou weer? Wat is dit? Wat is dat? Wat is dit nou weer? Wat is dit? Wat is dat? Wat is dit nou weer? Fred Vaché en Barend Servet, die show vind ik volkomen pet. Laatst kwamen ze op de tv, toen heb ik het toestel afgezet. Ja, hoor maar, mevrouwtje, zo is wel genoeg. Prima de luxe. Bah. Had u ook nog een gedichtje? Ja, ik heb het ook in bij me. Fred Haché en Barend Servet, die de boel op stelten hebben gezet, wensen wij als artiestenpaar een prima de luxe nieuwjaar. Excellent, excellent. En u, mevrouw? Fred Haché en Barend Servet bezorgden ons heel veel pret. We hebben ons zitten bescheuren. Dit moet veel vaker gebeuren. Prima deluxe. Zeg Barend, ben een beetje vochtig hier, hè? Zeg Barend, wat is daar nu weer? Wacht even. Ja. Nou, goed. Wij gaan dus beginnen met onze quiz. Ieder goed antwoord is 10 punten waard. Wie het eerste drukt op de bel,
die mag dus antwoorden. U mag niet eerder antwoorden voordat de gong geklonken heeft. Is dat begrepen? Prima, de lips. Even de koptelefoons op, ja? Fantastisch, daar gaan we dan. Wie is de architect van de Eiffeltoren te Parijs? Let u op, de gong. Handen aan de knop. Ja, zegt u mij? Eiffel. Prima, de lips. 10 punten. En dan komt nu de tweede vraag. Handen aan de knop, daar komt ie. Hoe heet het stuk gereedschap waarmee men een verstopte gootsteen schoonmaakt? Let op de gong. Een klopper. Wie is u? Dat is de loodgieter. Zeg, de boel staat hier mooi onder water, hè? Moet je zien, hè? Die is volkomen mooi rot. Nou, wat hier gebeurd is, dat weet ik niet, maar die wc is rot. Zeg, meneer, moet u eens luisteren. Ik zou dat zaakje natuurlijk wel kunnen repareren, hè, maar ja. Ik bedoel, dan zal ik natuurlijk eerst die zaak even open moeten gooien en dan weet ik niet wat ik tegenkom. Oh nee? Nou, dat is toch fraai? Ja, als ik u een advies zou moeten geven, meneer, dan zou ik u namelijk willen adviseren om een geheel nieuwe wc te nemen. Oh. Nou, kijk, ik heb toch even een paar foldertjes bij me. En kijk, hier heb je bijvoorbeeld het model VK Luxe. Zeer goed model. En dan heb ik het model Comfort. En dan heb ik natuurlijk ook nog de doodgewone wc. En reuze ongemakkelijke betalingsvoorwaarden. Ja, maar we zitten hier toevallig midden in een quiz. Midden in het water, zou ik bedoelen. Ja, ja, goed, dat bedoel ik dan ook. Ik zou zeggen, maak het wat mooi, maar vlug wat, hè. Bal gehakt. Geld speelt geen rol. Oh, wat een enig team. Dat is goed, Barend. 10 punten. Hè? Volgende vraag. Let u op, vingers aan de knop en dan pas drukken als de gong heeft geklonken. Hoeveel geld zou het u waard zijn om nooit meer behoeven te werken? Zegt u? Ik weet het niet. Weet u niet? Nou, dat is fout, Barend. Helaas. Jammer. Ja, let u op, nu komt... zeg, Barend, hoeveelste vraag krijgen we nu? Ja, weet ik het nou? Hoe moet ik het nou weten? Oh, dat is goed, Barend. 10 punten. Prima deluxe. Oh, ja. Let u op. U neemt 3 liter water in uw hoofd. Heeft u dat? Daar voegt u aan toe 2 deciliter. U morst daarbij. Om dit te compenseren doet u er weer 2 centiliter water aan toe. Hoeveel water heeft u dan in uw hoofd? Een waterhoofd! Help! Hé, mijn visgraag! Help de tos! Hostie, Pieter, hé! Varen, laat je stop te suffen! Doe liever iets, Varen! Heeft iemand een kammetje voor me? Ja, hier zo, hier zo. Oh, wat een enig piek! Hier, hier, dood. Ja. Ja, ja. Oh. Nou, ik zou zeggen, mevrouw van der Kolk heeft een loodgieter. Zoekt u ook maar wat uit. Zij begeren overal. 1230 bladzijden, op de kop af. Ja, ja, sowieso. Wat wilt u ermee? Wie is u? Wat verschaft mij de heer? 1230 bladzijden. Heb ik uit mijn hoofd geleerd. Heb ik helemaal uit mijn hoofd geleerd. Nou, dat is een hele mooie prestatie. Maar wat wil u ermee? Dat kan ik voordragen voor de tv. Voor de televisie. 1230 bladzijden, zei u? Hoe lang moet die voordracht dan wel niet duren? Die duurt 3 dagen. Nou, wel een beetje lang voor een voordracht, denk mij. Precies. Nou ja, ik kan ook gedachten lezen. Nou, doe dat dan eens. Ja, maar dan moet u eerst aan iets denken. U denkt aan iets. Goed.
U denkt nu dat u best trek zou hebben in een lekker glaasje bier in Café de Instuif. Nou, dat denk ik helemaal niet. Ik dacht zo bij mezelf, hoe raak ik deze vervelende snuiter? Nou ja, ik dacht zo bij mezelf, ik zou best wel weer eens de Place de Picard willen bezoeken. Precies, helemaal, exact, ziet u wel. Ja, en ik zou ook het plafond kunnen witten en een krantenwijk wil ik ook wel, hè. Dan ook nog bijvoorbeeld... Nieuwe ruiten in zetten, kan ik ook. Ja, maar hoor eens, beste man. We zitten hier midden in een show en die komt u hier een beetje met die onzin. Bah! En het maakt nou dat u wegkomt. Gaat u liever weg. Hebt u dan misschien een boterham voor mij? Oh. Barend, geef jij meneer even een boterham. Nou, komt u maar mee, hoor. Met kaas. Graag. Een kopje thee erbij. Ik was laatst op een feestje, daar dronk ik wat te veel. Beledigde alle gasten en liet geen Spaan meer heel. En ieder was bijzonder kwaad, men gooide mij al ras op straat. Maar toen ik prima de luxe zei, was iedereen weer blij. Prima de luxe, geef de burger moed. Met prima de luxe, zit je altijd goed. Kan het ons nog schelen, geen zegen ons te hoog. Al regent het pijpen stelen, wij zien de regen hoog. En ik had laatst te kampen met pech onderweg. Twee lekke banden en de krik die was ook weg. De radiator lekte en ik kreeg last van gekte, maar toen maar de luxe zij was de wegenwacht erbij. Prima de luxe, geef de burger moed. Met prima de luxe, zit je altijd goed. Wat kan het ons nog schelen? Dat geloofde, ik was een rijke vent. Doch toen ik moest betalen, viel er bij mij niets te halen. Maar toen ik prima de luxe zei, was de rekening niet voor mij. Prima de luxe, geef de burger moed. Met prima de luxe, zit je altijd goed. Wat kan het ons nog schelen? Dames en heren, dit een leuke plaatje. Heren, ongelooflijk. Ongelooflijk. Fantastisch, prachtig. Wat een stemmen, wat een sound.
Ja, u wordt wereldberoemd. Ja. Als u alleen even dit tekende. Ja, ja. Zeg, Barend, ga jij nu even de actualiteitenrubriek doen, hè? Hoezo? Jij doet toch altijd de actualiteitenrubriek, dus ik zou zeggen, daar is nu het juiste moment voor. Ik dacht... Ja, Barend, schiet nou op. Gaat u even met mij mee, hè? Dan regelen wij dat samen hier even. Neemt u plaats, ja? Dank. Kun je misschien ook iets drinken? Ja. Ja? Ja. Even kijken, hè? Hallo, is je kapot. Nou, dat is ook wat. Dat moet nou net mij weer overkomen. Nou, even de tijd bellen. Zum, 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 zum. Ja. Ja. Hallo, met wie? Ja, hallo. Met de tijdmelding? Wat zegt u? Hoe laat het is? De tijd. Oh ja, natuurlijk. Ja. Het is anders wat. Wat zegt u? Ik zal even kijken wat ik voor u doen kan, meneer. Een ogenblikje, als het u belieft. Hallo, is u daar nog? Ja, natuurlijk. Oh ja, juist ja. Maar zeg me nou toch voor de donder hoe laat het is. Schiet op, mens, of ik bega een ongeluk. Nou. U hoeft niet zo kwaad te worden. Waar is dat nou voor nodig? Oh ja, dat is waar. Neem me niet kwalijk. Maar, hoe laat is het nou? Ik zal u vertellen. Weet u wat ik zal doen? Wat nou? Hoe laat is het, juffrouw? Verdomme. Ja. Dat is het hem nu juist. Hoezo? Ik kan het niet zo goed zien. En het is nogal heilig weer. En mijn ogen doen het ook al niet meer zo goed. Weet u, een mens stakelt af. Nou weet u wat? Als u nu zo over een kwartiertje terugbelt, dan kan ik het informeren. En dan kan ik het u precies zeggen, denk ik. Nou, dank u wel hoor. Tot uw dienst, meneer. Wij beginnen. Ja, hallo? Hallo? Ja, hallo? U spreekt met de GGD? Oh, juist, ja. Dag, meneer. Heeft u soms last van hoofdpijn, scheuten, maagpijn, duizelingen of kramp? Ja, zeg, met wie spreek ik eigenlijk? Met de GGD, dat zeiden wij reeds. Oh, juist, ja. Zegt u het maar. Hoezo? Wat kan ik voor u doen? Zegt het ons gerust. Wij zijn tenslotte allemaal maar mensen. Ja, dat is waar. Heeft u soms last van gastrische koortsen, darmkatarren? Ik zag gelijk dat dit een tophit zou worden, hè? Ja, dat wordt het ook wel. Wereldberoemd. Ter Barend moet dat toch steeds met dat geduvel met die telefoon? Schaamluis. En ja, maar... Ja. Nou, ik moet u zeggen, ik voel me kip lekker en... Meneer, kom nou toch. Breuken, verzakkingen, zadelpijn, verzuurde huig, kinkhoest, rolberoerte, nerveuze spanningen, ziekte van Kreisinger. Oh, waar moet ik tekenen? Zegt u het maar even, hè? Ja. Die kleine lettertjes, daar hoeft u niet op te letten. Dat is wel in orde. Nee, dat is wel prima. Geperforeerde appendix, eelt, verschaalde blaas, voetbalknieën of misschien soms slechte adem, verkoudheid, spit... Abnormale speekselvloed, verhoging, hamertenen, constipatie, spreidvoeten, gordelroos, platjes. Ik krijg een beetje last van gekte, geloof ik. Ja, hoor eens. Als u nou per se iets wil weten, ja. Ja. Ik heb geloof ik een beetje last van... Wij komen eraan. Barend, wat zit je toch te donderjagen met die telefoon? Ja. Zo, dan nu over naar het ijs. Alwaar wij een informatief gesprekje hadden met niemand minder dan Sjoukje Dijkstra en Johan Hanappel, die ik uiteraard niet meer bij u behoef te introduceren.
Ja, een beetje. Sjoukje Dijkstra, Johan Hanappel. Mijn eerste vraag is... Wordt u duizelig als u een pirouette draait? Nou, na mijn vakantie meestal wel, ja. Maar als ik eenmaal in de show ben, niet zo vaak. Af en toe wel eens. Nou, ik heb er wel vaker last van. Vooral met het lichten en zo is het natuurlijk soms wel storend. En als je moe bent, dan is het moeilijk. Wat doet u als u in een wak rijdt? Nou, wakken komen bij ons feitelijk nooit voor. We hebben wel slecht ijs, maar ik geloof een wak ben ik nog nooit tegengekomen in de show. Nee, mijn loopbaan is het ook nog niet voorgekomen, want ik geloof dat ik er dan ook nooit meer uitkwam. Schaatst u wel eens een scheve schaats? Nu niet meer, nee. Ik ben nou verloofd. Ja, en ik ben zelfs getrouwd, dus dan kan het helemaal niet. Maar vroeger wel, hoor. Nou, heb ik in de krant gelezen dat u eerstdaags met uw loopbaan op wil houden. Is dat waar of is dat een publiciteitsstunt? Nee, ik denk er dus mee op te houden volgend jaar. Maar pas in oktober of zo. Zou u het niet ontzettend leuk vinden om als afsluiting van uw carrière nog eenmaal de Elfstedentocht te winnen? Nou, ik heb nog nooit met de Elfstedentocht meegedaan. Ik geloof dat is ook meer voor hardrijders. En ik geloof ook niet dat ik het uit zou houden. Het is mij net één stad te ver. Als er nou 10 zou zijn, dan zou ik het graag doen. Maar 11? Nou dames, vriendelijk dank dan voor dit interview. Alsjeblieft. Hopla. Nou, voor pech onderweg is nu geen tijd meer. Dat was het dan. Goedemorgen. Wie is dat die daar voorbij ging? Mag ik u even iets vragen? Zou het mogelijk zijn dat ik een paar van de excellenties even kan interviewen? Ja, men zal het even aanvragen dus. Dus het moet eerst aangevraagd worden? Ja, dat moet aangevraagd worden aan meneer Van der Wiel. Oh ja. En wat denkt u, is er een kans voor? Ik weet het niet, we zullen het navragen voor u dus. Nou, dat is leuk ja. We waren eerst al verkeerd. We zijn eerst geweest, nou bij de Kamer dus eigenlijk, hè. Toen kregen we dus de informatie dat het hier was. Hier is het wel. Is het mogelijk dat u het even aanvraagt voor... Denkt u ook dat er een kans in is? Dat... Nou, er is niet veel kans hoor. Ja, met de marge de hoop van de wand. Ik wilde vragen of meneer Van der Wiel op het ogenblik daar is. We mogen beslist niet filmen dus. Nee, dat is prima dan. Ja, tot de dienst. Mag er niet gefilmd worden? Oh, dat is ontzettend jammer. Want het is natuurlijk wel leuk, hè, voor de rubriek. Ja, ik ken... Kent u de show? Nou, ik weet helemaal niet waar u van bent. Het is van achter het net, weet u. Verschillende excellenties even interviewen. Nou, dat is dus beslist niet mogelijk. Nee. Maar zonder filmen eventueel wel? Ook niet, beslist niet. We hebben dus net opdracht gekregen om de mensen dus van het terrein te verwijderen. Dat is ontzettend jammer zeg. Ja. Ja. En hoe weet u een mogelijkheid dat het wel lukt eventueel? Nou, dan zou u contact op moeten nemen met meneer Van der Wiel, maar dan bent u wel rekelijk laat mee. Ja, we zijn eigenlijk verkeerd geweest. We zijn eerst gegaan naar de Kamer toe, weet u. En om dus nu nog contact te krijgen met hem, dat zal misschien niet mijn vraag dus. Is hij hier helemaal? Ja, meneer Van der Wiel is op het ogenblik wel binnen, ja, maar mensen moeten per se van het terrein af. Ik kreeg daar net weer een centje, dus... Dat is wel erg jammer. Dus er is helemaal geen mogelijkheid? Nee, precies niet. Nou ja, en ik weet in ieder geval, u hebt uw best gedaan ervoor. Ja, ik heb ook gebeld. Ja, inderdaad. Het gaat dus beslist niet.
Nou, in ieder geval vriendelijk dank. En u ook bedankt, hè? Ja, graag. Ik moet even draaien, hoor. U hebt gekeken naar Achter het Net met B. Servet. Zo is maar net. Prima deluxe, dat mooi, is tenor. Dank u, meneer Hatje. Gefeliciteerd. Ja. U bent hier bij de eigenaar geworden van een 12-delige encyclopedie in 13 afleveringen. Wat is dat voor waanzin? Tracé van deze weg loopt dwars door je huis. Wat tracé? Een stukje voor me. Wat heeft dat te betekenen hier? Wie bent u? Wat voor weg? Wat is dat voor onzin met die weg? Laat eens zien die tekening hier. Hier, kijk maar. Kijk. Wat is dat voor een waanzin? Wie doet dat? Doet u dat? Kijk nu eens. Ik maak een voor de weg. Doe dat zelf maar. Ik durf niet, hoor. Vraag of ze willen donderen, baard. Ik krijg last van. Dit gaat echt niet hier. Maak dat ze wegkomen. Nou, meneer, heren, af u weg wil gaan. Trailer for sailor rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of fishing broom. By say, 8x12, 4-bit room. I'm a man of means, but no means. King of the road, third boxcar, midnight train. Destination, Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short, but not too big around. I'm a man of means, by no means. King of the road. I know every engineer on every train. All of the children and all their names. And every handout in every town and every lock that ain't locked when no one is around. Trailers for sale or rent. Rooms to let the 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. About 2 hours of pushing brooms by say 8x12 four-bit room. I'm a man of means, about no means.
Luister, Barend, wat nu geweest is, is geweest. De show must go on. Ja, maar luister nou. Hou nu op met dat gekrakeel, Barend. Ik heb het je reeds gezegd. De show must go on. Nou, ja, goed. Ja. Oh, wacht even. Yeah!
Hai cinita che sì, hai che dame tuo amore, hai che vente con le goccinita, ad onda di boggio. Hai cinita che sì, ulala, hai che dame tuo amore, hai che vente con le goccinita, ad onda di boggio. Muchacha, anda. Zeg Barend, wat er gebeurd is, is er gebeurd. Maar ik zou zeggen, wij moeten gewoon doorgaan met onze show. Laten we beginnen met ons groot interview. Waar is de bank, Barend? De bank is daar. Ah, pakken we even op. Zo. Prima deluxe. Met vet haché op de canapé. Met vet haché op de canapé. Met vet haché op de canapé. Waarom doe jij even open, hè? Ja, ga. Dank u lief. Komt u maar mee. Dank u wel. Ingenieur, hartelijk welkom. Dank u wel. Neemt u plaats. Dank u wel. In het kader van onze serie met Fred Haché op de canapé hebben wij uitgenodigd ingenieur F.G. Kalkhoven, hoofd van het Rijksinstituut Algemene Verkeersmotivatie. Hartelijk welkom. Juist, dank u wel. Zoals u weet is meneer Kalkhoven hoofd van een groep specialisten van openbaar wegbewijzering, viaducten, weet ik veel. Ja. Meneer Kalkhoven heeft mij verteld dat hij niets met deze onzin van deze weg niet onder zijn bevoegdheid valt, dus ook buiten zijn verantwoordelijkheid. Inderdaad, ja. Maar intussen zitten wij wel met de gebakken peren. Het is anders wel merkwaardig dat u juist hier op deze canapé zit terwijl zoiets moet gebeuren. Ja, inderdaad. Wat ik u vragen wou, meneer Kalkhoven. Hoe is het hier in Holland met ons wegenbeleid? Zijn er nu te veel of zijn er nu te weinig wegen? Ja, wat betreft de automobilist, en dat zijn we per slotverrekening allemaal, nietwaar? Zijn er, en dat moet ik uitdrukkelijk hier zeggen, veel te weinig wegen. Echter, vanuit het standpunt van natuurbescherming moet ik constateren dat ons wegennet de fraaie natuur maar al te veel doorkruist. Dus te weinig wegen? U hebt waarschijnlijk in de krant gelezen dat de heer Drees junior probeert een wig te slaan, zoals dat heet. Een wig te slaan tussen belangengroepen, zodat er een geheel ander belang ontstaat van een geheel andere orde. Dat wij moeten afwegen tegen de beroeps- of tegen de bevolkingsgroep dan als totaal. Ja, ja. Begrijpt u? Ja, ja. Ja, er zijn natuurlijk wel andere bezwaren nog. Maar toch geloof ik dat deze meneer de enige is om ons uit het slop en in balans te krijgen. Ja, maar is dat nu allemaal wel zo? Is het niet zo dat wij met z'n allen een aanslag op de natuur plegen en niet alleen op de natuur, zou ik zo zeggen? Ik vind ook, hoor, dat er te veel natuurschoon aan koning Otto wordt opgeofferd. Ik bijvoorbeeld zou best een eindje om willen rijden. Of laten de mensen nou eens zo af en toe gewoon hun auto laten staan. Ik bedoel... Oh, pardon. Ja, ik krijg eigenlijk het verwijtige regel naar het hoofd geslingerd. En om bij beeldspraak te blijven, ze hangen mij enigszins de keel uit. Maar het staat u mij daarom toe om precies uit te leggen hoe de zaak zit. Hiermede verklaar ik deze weg voor geopend. Kijk, Hitler, Adolf Hitler, ik wil de man zijn daden niet goed praten, nog de man zelf, maar men moet toch zeggen dat hij de wegenbouw in Duitsland een enorme duur voorwaarts gegeven heeft.
Al denk ik alleen maar aan de prachtige autobanen die zo schitterend harmoniëren met de fraaie omgeving. Het zijn werkelijk schoonheden. In Holland hadden wij onze Mussert die dergelijke plannen koesterde. Maar hij heeft ze niet van de grond gekregen. En daarom zitten wij op het ogenblik met een enorme achterstand. Nou ja, ik distanceer mij volkomen van deze uitspraak. Ja, ja, maar moet u eens goed luisteren. U heeft mij verkeerd begrepen. Kijk, het gaat er eigenlijk hierom. Dat er nooit een daadwerkelijke poging gedaan is om... Wat heeft dat te betekenen, meneer? Inderdaad, wat heeft dat te betekenen? We zitten hier midden in de show, man. Wat doet u hier? We zitten hier midden in onze show. Nee, u zit hier midden op de openbare weg, meneer. Nou en? Ik slinger u op de bom. Ik ben ingenieur van Kalkhol. Dat moet u weten, meneer. Ik ben hier agent van politie. Wegens het ongeoorloofd bevinden op de openbare weg met de kennelijke... Ik ben ingenieur van Kalkhoven. Meneer, houdt u zich te buiten. Wat is dat voor een gedonder hier? Maffe dienstkloppers, scheer je weg. Bullepees, bal gehakt. Geuniformde zakpatat. Parent! Parent, laat deze man bonnen gaan schrijven op zijn buik op het carnaval. Agent, dit is huisvredebreuk. Ja. Laat mij het u even uitleggen. Meneer, houdt u zich te buiten? Hé, u hebt niets uit te leggen. Hier wordt alleen iets geconstateerd. Ik ben ingenieur van Kalkhoven. Ingenieur van Kalkhoven. Dat is tevens. Ja. Een feestjebekeuring. Met een dien overeenkomstige boete. Het is een belachelijke situatie. Vanwege het beledigen van een agent in functie. Beledigen? Ik heb hier niks mee te maken. Realiseert u zich goed en alles wat u van nu af aan zegt, dat het tegen u gebruikt wordt. Ja, best mogelijk. Allemaal hier. Is dat zo openbaar, hè? Ja, dat is openbaar. Ja, maar dit is niet zo. Wat is dat? Ik dacht dat het is. Uiteraard moet u er een keer goed op letten dat het niet van de. Ja, dat kan wel mogelijk zijn. Maar heeft u niet te verevelen? Dat duikt hier ook niet. Ik denk dat het helemaal ons is. Maar het! De wijster. Wat? Wijster? Ja, wijster. Realiseert u zich dat alles wat u van nu op aan zegt, en raad u alsjeblieft door, jongen, wat u van nu op aan zegt, en u ook, gebruikt te worden, hou ik dat. Kijk u een beetje uit, maar we kunnen toch wel even zeggen, maken. Nee, meneer, u hebt het gewoon. Ik ben hier bezig met een interview met meneer Kallen. Oh, u bent een interview, hier zit hij. Ja, en deze weg, hoort erop, onze huis, hè. Hou ik dat, moet ik dat hier? U staat hier te insinueren, weet u dat? U staat hier te insinueren. Alleen zo is het. Ja, rustig hier, rustig. We zitten in een show. Ja, laat dit nou aan mij open. Laat dit nou. Ik denk liever het verkeerde mensen weg gaan. Staan aan de tennis, meneer. Ja, dat is wel open. Meneer, wij zitten hier midden in een show. En u komt hier een beetje met die bonnetjes door de boel. Bah! Als je maar nooit dat hier op de weg brengt, heeft u niets mee te maken. Heeft u niets mee te maken? Ik zal u wat vertellen. Ik zal je eens wat vertellen, mannetje. Wat een wereld vol standbij. Ziet alom de razernij. Soms te veel. Ja, wat moeten wij met deze maatschappij? Waartoe? Waartoe? Dient toch al dit gedoe? Kabaal, gekrioel, gevaal en gejoel. Wordt men steeds weer op elke dag. De wereld tolt maar door dag en nacht. De golven van de zee, die rollen heel gedwee. De mensheid zingt een lied van vreugd en verdriet. Het leven is hard. En vol smart, en het valt heus niet mee. Het leven brengt je wel.
denk toch, ja besef toch, je bent niet alleen. Wij leven allen aanbieden. Namens de koningin? Ja, namens de koningin. Aan de heren Fred Haché en Barend Servet. Het heeft ons behaagd u beiden uit te nodigen. Stop. Voor een optreden in het paleis. Stop. Wij verwachten u. Dan even op die en die. Dat is daar. Stop. De prins vindt het ook erg leuk. Stop. Veel succes. Stop, de koningin! Proficiat. Dank u wel. Dank u wel. Fijn. Rob. Dank u wel. Hey, Rob. Oh, moet jij een handtekening? Ja, dat vinden we wel uit, hoor. Dank u wel, Barend. Wat een succes. Even de handtekening. Ja, ja, ja. Red. Haché. Hey, Rob. Kijk eens, Puck. Muziek!